Gerard Sauwelaar. De heer die vorig jaar voor de eerste keer in het rond stond als de verborgen camera. Hij kreeg toen heel de zaak plat en hij wilde dit jaar nog een keer overdoen. Dit jaar komt hij als Karel Klep. Nou, we zijn benieuwd wat jou te vertellen heeft. John Tielemans of Karel Klep, kom maar binnen. Mensen, geef hem een geweldig applaus. Toen nog met van die onschuldige ogen al. En toen is het al. Ik wil twee kinderen. Klaar wil een derde. Maar ik zal me eerst even stellen. Ik ben Karel Klep. En ik heb nieuws uit de grote, zeg maar. Met kerstmis zat ik in de kerk. En Michael heeft lekker weer hem gestookt. Aan de zalenjoren. Maar dan was het zo schoon wies, hè. Toen het jongerenkoor en de presbent zalmen met elkaar aan de gang gingen. Dat bedoelde ik helemaal niet. Maar in ieder geval. Dat was zo schoon. Ik zat nog met kippenvel in de kerk, de rol ging stoken aan. Maar toen op een gegeven moment moest ik communie uitgereikt worden. En er komt ineens een witte gedaante van ver, ik zat in de aardcel van de kerk. Komt een witte gedaante van ver naar achter toe, ze zweven leek het wel. En ik dacht ik dood ging. Nou, ik dacht ik dood waar. Ik dacht ik ben dood. Dit is de hemel en dat is Engel Gabriel. En ik begon de communie uit te reiken. Dus ja, dat moest ik ook niet doen. En ik kom dichterbij en toen zag ik het beter. Het was Engel Gabriel niet. Nee, het was special guest star Ios Olme. Een schoon wiet gewoon dan. Alles erop en erom. Een steekzak erop genooid, dus een shakebeul. En ik stond voor hem. En ik had even de tijd om hem goed te bekijken, want hij zat niet even achter een hostion die je gauw niet te pakken kon krijgen in zo'n schooltje. En net toen je hem bijna uit viel hij over het randje. Nou, toen hij me opkropte en hij stond weer recht. Ik zei, waar zei ik? Ik zei, mooie poncho, hier. En ineens galmt het vanuit de hemel. Nee, Robijn Intensief. Ja, Frank Kools was toen nog niet dood, maar er waren de eerste buftekenen te gaan. Content van de mis. Trok de aardzelft, ik zat dus ook in de aardzelft. Trok vroegtijdig terug, die waren dus al voor het zingen in de kerk. Maar de wustzelfs, die konden maar niet genoeg van krijgen. Die, toen die buiten kwamen, keek ze gewoon zeer bevredigd.
Behalve dan de vrouw van Colossiase, iets minder. Oh, dat moet ik trouwens eerst even uitleggen. Toen Jos om naar de kerk te ging, toen was je halverwege bij de glasbak zo, hè. En toen kreeg je ineens hoge nood. Ja, dat kwam acuut, dus het was een kwestie van gewoon zitten en het lager. Dus ja, maar we hebben ooit van een struik afgetrokken en wat de zorg bij mij afgeboend en zo verder. En toen, om het eind van de mis, kwam mevrouw van Kools dus naar Jos toe. Zeg Jos, dan moet ik eens iets vragen. Die hosties die jij tinten strak uithielden, hè? Dat was toch het lichaam van Christus, hè? Jos, dat was het lichaam van Christus. Dat is juist, dan heb ik een stukje van zijn kont gehad, hè? Geen last hebben van vroegere pastorieën, die zijn inmiddels al geamputeerd van de kerk. Maar was dus in de sacristie, voor vroegere waterleiding. Nou, toen Michael erbij kwam, was het natuurlijk zo opgelost. Die hoeft over het ooit niks meer te leren. Net zag ik Sjaki Meeuwis naar de kerk te gaan. Smiddags, halve middag. Ik zeg, ik roep nog tegen Sjaak van, het is nou geen mis hoor. Nee, zei Sjaak, hij zei, ik ga zingen in de kerk. Ik dacht bij mijn eigen, ik heb nooit geweten dat Sjaak bij het kerkhoor was, dus ik wou er wel eens horen. Ik ging ook naar binnen toe. En kom binnen, Sjaak die loopt zo op een bidstoeltje af. Ga je zitten. Nee, hij knielt neer. Hij houdt zijn aan samen. Zijn alles netjes gemanicuurd. Energiek. Vind ik wel dat ik op televisie nog wat te zien hoe dit dan moet. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Dus een eng. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Thuis erop waar ik bij de bakker in de winkel. Komt Sjaak binnen, pakt een brood uit schap en loopt zo weer naar buiten. Niet aftekend. En whisky koud. En schellen, vuil een muskusrat. Ik zat hier op de avond bij Luc en Neil was om de baard te pimpelen. En ik moest al lang naar de play, maar in ieder geval was al zo'n spannende verhaal. Ik bleef aan me uitstellen, maar op een gegeven moment de nood was zo hoog. Dus ik ren door van aard aan de dag hier naar de wc. Dat was ik zo, want er was veel niemand in de zon. Kom ik in de wc en druk! De tegels van de muur af. Ja, dat is onderdreven, maar het voegsel lijkt er toch wel tussenuit gepiest. Maar achter zo stopt te piezen, dan wordt je indruk snel minder. 4 bar, 3 bar, 2 bar, 1 bar. Help, moord, braad! Ik neep hem af, ren de zol in. Stond nog wel wat druk op, maar in ieder geval was moord en braad. Stond Luc en heel dat hier simpelweg de ruzie over een barke des hier in de zol. Ja, Luc wou er wel hebben. Voilà. Hij wou er toch een genoeg hebben, ja. Ik zeg, hoor ik Luc, word jij een bar hebben? Ja, als Luc komen niet in het kort. Ik zeg, dat treft. Ik zeg, ik heb er toevallig nog net één over. Ik wist niet dat je daar een deed, zei Luc. Ik zeg, wat heet, ik ben er vanochtend van 3 jaar. Hij zei, en even een tapkroon zit er eigenlijk al. Ik zeg, een juweeltje. Ik weet zeker dat Hilda dan met veel plezier van zal tappen. Hij zei, wat kost die grap? Ik zei, voor jou niks jongen, ik moet er toch vanaf. Hij zei, daar in die hoek dan, hè? Ja, ik zei, dan helemaal van die deur tot je hoek. Ja, zei Luc, ik weet hem al niet. Ik zei, ja, dat moet lukken.
Zij zaken meteen maar even plotsen. Als wij zo kunnen, zei Luc. Help ik die jongen uit de nood weer hier buiten geflikkerd. Zit je maar wat ik nu doe. Tussendaan dat Bob gaan zitten. Ja, Bob zou je dan van bewust ongehuwde boeren. Zo zaten er Bob Vroeven, Bob van Dun, Bob Gooien, Bob de Groof. Op een gegeven moment komt Lia Jost er binnen. En Ad Gooien begint zijn eigen ineens heel shuffle te gedragen. Dat is je gewend, hè, shuffle. Hij naar Lia's toe. En hij, hey, come on, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Lia gilt op de zolder en ik geloof dat het nooit meer iets gewoon is. Ik ben wel een ander Twitterblad. De gemeentelijke herindeling. Bol is de dans ontsprongen, verloorig. Want, hè? Oh ja, net als burgemeester Hendricks en Kaneels een paar weken alleen al op de televisie bekend mochten, het is niet helemaal roosgeur en maneschijn tussen Holla's en Belgol. Ze zitten bij verschillende wetgeving en ze willen allemaal tegelijk hebben natuurlijk. Nou, we hebben er iets op gevonden. Dan moet gewoon een buitenstander, de lagen ze delen, kunnen die twee in ieder geval geen ruzie meer maken. Ik wil zeggen, wij als Elkote moeten gewoon Holla's en Belsbol annexeren. Kasten is onregen bij. Ja, Westbol nou helemaal. Hè? Ze hebben niet eens een zaal gehoord. De burgemeester moet van hier moet je door het Elkote sleek getrokken worden. Zijn ze dat trouwens? Nee, nou, heel niet. Nee, maar dat lijkt me wel mooi. Komt Bol binnen rijden. Hè? Groot bord van Paarle Nassau. Daaronder, heel bescheiden, gemeente Udicote. Oh ja, de actiegroep tot behoud van zelfstandig Baarle, die kan... Inmiddels heeft hij zijn eigen opgegeven, die kan weer nieuw leven ingeblazen worden. Alleen komt de wend nou uit een loop die ze eigenlijk niet verwacht hebben. Oh ja, dan moet een actie ondernomen worden. We bombarderen Frank Gooien. Oh nee, we bombarderen Frank Gooien voor president. Als opperhoofd in de Noord wil zijn. Frank Gooien, dan moet straks iemand mee Bill Clinton gaan onderhandelen. En dan moet er niet te lief uitzien. En als er iemand niet lief uitziet, dan is het wel Frank Gooien. Hij moet dan natuurlijk een privéchauffeur krijgen. Bob Meeuwis met zijn Mercedes. We hebben het Bill Clinton, kan je nog wel snel. Dat zit zo. Nou gaan we dus eerst de bol annexeren. En dan straks over Paul, zeg maar, dan is Europa ontéén worden. De Verenigde Staten van Europa, zeg maar. En dan moet onderhand worden met Bill Clinton. Dat heb ik al gehad, hè? Nee. Ik heb te veel zin in de week zo van Nee, dan hebben we dus een hoofdstad nodig. Ik bedoel, Europa werd één. We hebben een hoofdstad nodig. En wie kunnen ze dan het beter verpakken als een dorp dat al jarenlang ervaring heeft met het besturen van een internationale gemeenschap? Dus dan wordt Elkote dus de hoofdstad van Europa. En zodoende zitten dus straks Bill Clinton te onderhandelen met onze eigen Frank Cages. Jacques Broos,
Die werd vicepresident. Vieze kan toch niet, hoor. Nou, zit alleen nog even met burgemeester Hendrik Senkerneelsen vanmorgen, maar ja, die komt nog wel, denk ik. Wethouders, die hebben we dan ook nodig. Constance Theoes. Die krijgt illegale buitenlanders in haar portefeuille. Want Chris Theoes zegt altijd, alles wat Constance in haar portefeuille geeft, is zo weg. Weet meteen wat ik met het probleem heb, want ik zijn probleem Cornelissen op leren. Peter Derve. Volksgezondheid. Dacht ik van altijd de camera weggezet, maar dat zou ik niet. In ieder geval. Jans Smit. Ruimtelijke ordening. Die melden hier nog een pilsje, hier in de ton zijn ze nog voor niks. Wil Cox, verkeer. Maar dan in de ruimste zin van het woord, dus dan zou hij ook op de school seksuele verlichting moeten gaan geven. Ik zie dat helemaal voor me. Kijk jongens, het is eigenlijk net als met de motor. Je hebt een cilinder. Dankjewel. Je hebt een cilinder en je hebt een zuiger. De zuiger gaat in de cilinder met kruk als een hal. Er volgt een ontploffing. En vervolgens gaat de zuiger weer terug. Jongens, orde. Even bij de les. Rond de zuiger kan een ringetje gedaan worden. In dit geval de zuigerveer. Dan zit hij lekker strak in de cilinder. Ook heel fijn voor het contactpuntje. Ja, Zani en ik die zijn er best wel goed in, dan zeg ik het zelf. Ja, want wij hebben dus ook diploma's weer, hè? Die hebben we in het kantoor weggehangen. En ja, vroeger onze examinator, die zei al, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt, dat een man en een vrouw samen zo goed zijn daarin. Shit, ik man strijd buiten zonder, ik nog niet op de tekst dan. Dit is zo, dat is heel goed zijn erin. Ik vond hem zelf heel goed. Ja, je moet het niet weten. Het zal heel goed zijn. Nou, ik weet. Annie Cox, financiën. Dat lijkt me wel een goede post voor je. Die portfolio is des inrichtings te keren. Die kan alleen maar geld in. Luc de Tijen. Volkshuisvesting. Nou weet je zeker dat er geen huis te veel gebouwd werd in de gemeente Ellegoten? Behalve dan bij Bungalowpark in de Steppen. Jo Kusters. Cultuur. Waarom de monumenten zou ik? Nico Josten, ontwikkelingssamenwerking. En zo komen we met z'n allen tot een betere wereld. Afgelopen zomer kwam ik bij de Boerenmond. En Josjes, die was al 5 ton keusmiet aan het buiten sjouwen. Hij zweette. Zijn kop gelijk hoor. Zeg, we zijn nou allemaal toen. Ja, zei ja, ik heb mijn winterwagen allemaal naar buiten staan. En ik, ja, het was even niet zo druk. Ik denk, kom, ik zal van het pakje dus ook even naar buiten zetten.
Ik zeg, waarom zet het allemaal buiten dan? Ja, om te verkopen. De meeste motorcyclen ik in mijn winkel heb. Zee, die kan nooit veel zijn, want alles is buiten. De buurman van hier tegenover. Jij hebt al zijn kraat ook nog gehad, hè? Dat stond er in de kop. Politie redt varkens tegen vriesdood, of zoiets. Nou, die mensen zijn 2 uur lang de PNM ontbellen geweest. Want de stroom was uitgevallen. Geen gehoor, konden niet erin komen. Dus dan hebben we maar de politie gebeld. Nou, die hebben echt alles in het werk gesteld om daar in een mum van tijd een PNM'er op de werf te hebben. Nou, de politie zit al lang in de morgen met de zaak Johan V. Alias de Hakkelaar. Die zitten echt niet te wachten op ook nog eens de zaak Arnold J. Die verhoren duren een beetje te lang. Ja, ik vind het jammer dat ik die van Wilco niet ken, maar ik ben nou heel blond, hè. Er waren mijn nieuwsflitsen van de gemeente Ellegoten, toekomstige gemeente Ellegoten. Ik zou zeggen, goed morgen, tot morgen.